overmorgen dan ga ik naar het kerkhof toe, want daar is mijn man begraven in Uithoorn. En dan ga ik een kerststuk brengen. Ja, je mist je maatje. We gingen ook heel veel weg. We hadden een caravan. En niet een staan, maar we gingen met de caravan veel weg. Duitsland, Oostenrijk. Ja, het is alles over. Er is er altijd eentje die er niet is. Hè, en we hadden een heel goed huwelijk. En ja, dat blijf je altijd missen. En mama die was nog een jong, tenminste jong. 70 dat hij overleed. Dus en voor de rest ben ik altijd alleen gebleven. Speelt altijd mee. Elk jaar weer. Hij is er niet meer. En dit is voor altijd. Dat is iedere dag. Dat is iedere dag. Dat denk je aan. We staan op het prachtige podium. De grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Toplocatie, hoeveel dirigenten zeggen niet waar ze ook op de wereld dirigeren. Hier moet je dirigeren, hier is het het mooist. Nederlands Philharmonisch Orkest, Antonie Hermes. Het is zo leuk, zo'n vol huis, en dat je alle spanning en aandacht voelt. Ja, heerlijk. Je hebt heel weinig contact hier met mensen, hoor. Het is goedemorgen en een goede middag, maar voor de rest helemaal niks. Ik heb hier heel erg moeten wennen. Ik heb één vriendin en die woont in het huis aan de poel. En daar ga ik nou heel veel mee om. En nou, het is eigenlijk alles. Je praat wel met mensen en ik doe met alles mee. Ik doe ook met de spelletjes mee beneden. Maar voor de rest, bij iemand, nee. Verder niet. Nee. Drink ook nooit koffie beneden. Toen mij gevraagd werd door een ouderenfonds, wil je dat presenteren? Zei ik, wat lijkt me dat afschuwelijk om met het etiket eenzaam op je hoofd geplakt hier te zitten. In het Concertgebouw te zijn. Ik vind het heel erg leuk dat ik erin ga. Echt heel leuk. Nog nooit geweest. De muziek vind ik heel mooi. Gisteravond was het mannenkoor van Kralemier. Prachtig. En nu ga ik vanmiddag daarheen. Nou, schitterend. Ik hou van een beetje klassiek. Ja, mooi. Ja. Er zijn veel ouderen, ook eenzaam. Dat probeer ik ook te zeggen. Het lijkt me, het is altijd een beetje zo'n beladen maand, december. Het lijkt me extra fijn om met elkaar, soms mensen komen van overal vandaan, nog soms nooit in het Concertgebouw geweest, om hier te zijn, naar fijne muziek te luisteren, met elkaar, gewoon Stille Nacht, Heilige Nacht, met elkaar te zingen. De Radetzky-mars mee te klappen, zoals je dat bij het nieuwjaarsconcert misschien thuis ook wel doet. Ja, ik vind het van belang. Ik doe graag iets voor een ander. En misschien doe ik ook wel het liefst iets voor oudere mensen. Voor wie het leven ingewikkelder wordt, eigenlijk alsmaar. Het lijkt me zo mooi. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dit is voor mij heel nieuw. Maar ik vind het prachtig. Het is fabelachtig, echt waar, heel mooi. Dus daar kunnen we op terugkijken. Niet zo'n concert. Ik heb volop genoten, ja. En zo blij dat ik geweest ben, dat ik die gelegenheid had. Geweldig. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het was soms zo stil, je kon een speld horen vallen. Zo, niemand kuchte, niemand hoestte. Het was geweldig. Ik heb echt een hele fijne middag gehad. De muziek, het is gewoon geweldig. Zoveel. Ik heb echt genoten. Soms had ik tranen in mijn ogen. Ja, zo mooi.
Het heeft mij heel veel gedaan.